Op het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, heeft vanmorgen de lancering van elektronische ID-kaarten en de opening van de printhouse plaatsgevonden. Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken, zei op de vandaag belegde persconferentie dat de nieuwe ID-kaart mogelijkheden heeft waarbij er geen geboorteuittreksel of nationaliteitsverklaring nodig zal zijn. Maar anno vandaag dus is het zo dat wij nog niet overgaan daartoe, omdat wij landelijk rond 42, 40 bureaus hebben en alle bureaus moeten voorzien worden van apparatuur, de mensen moeten worden getraind. Dat is één. Er is een overgangsregeling van 30, een overgangsregeling van 3 jaar. Dus de oude ID-kaarten zullen nog worden gebruikt voor de mensen die het nog hebben, maar we zullen ze oproepen om hun kaart te vervangen. Noor Salim benadrukt dat er thans gewerkt wordt aan het tweede deel van het project e-ID-kaarten om het maximale eruit te halen. Gardelito Hewaki, coördinator e-government op het kabinet van de president, gaf aan dat de Surinaamse identificatie niet meer nagemaakt kan worden. Hij zegt dat de regering gezorgd heeft voor waarborging als ook de veiligheid van de ID-kaarten. Er zijn nog wat systemen zoals het paspoortensysteem die niet in eigen handen liggen van Suriname. Maar dat gaat ook medio april, dat stukje wordt overgenomen. En dat ook weer dat die documenten zullen worden geproduceerd in de Comment Center. Het printinghouse wat dat. Wat gaat die printinghouse nog meer voor ons doen? Ik zei net, de paspoorten. Vanmiddag uit april. Rijbewijzen. De planning is dat in september ook dat stukje overgenomen moet worden. De wapenpasjes ook vanmiddag uit september. En dan komt er nog een mooie ontwikkeling voor ons. E-passports. Daar werken we ook naar dat we in november dat kunnen gaan. Ik denk dat er ook een stukje wetgeving daarbij komt kijken. Maar wij maken ons hard voor dat we in november. Net als andere landen, als wij op reis gaan, niet meer in rij hoeven te staan, maar ook door die kastjes zoals we noemen kunnen gaan met onze e-paspoorten. Aldus Gardelito Hewaki, coördinator e-government op het kabinet van de president. Hij sprak vandaag op een persconferentie op het CBB hoofdkantoor in verband met de lancering van de biometrische ID-kaarten en de opening van de printhouse.